MQTT installeren op je Home Assistant installatie. We gaan als eerste eventjes naar de instellingen tabblad en vervolgens ga je naar integraties. Je ziet hier nu alle apparaten die die op mijn netwerk heeft gevonden en die ik zou kunnen configureren. Maar dat wil ik nu niet. Ik wil nu MQTT gaan toevoegen, dus daarvoor ga ik naar het hieronder rechtsonder in beeld integratie toevoegen. Daar klik ik op en vervolgens zoek ik MQTT op. Daar klikken we op en die moeten wat gegevens gaan invullen van de MQTT broker. Hierboven vul je het IP-adres in. En dat is het IP-adres van jouw broker. En als je de Homey app hebt geïnstalleerd, de Homey Broker app hebt geïnstalleerd op Homey, dan vul je het IP-adres van Homey in. Mocht je nou een andere broker hebben gebruikt, dan vul je het IP-adres daarvan in. In mijn geval is dat 192.168.2.31. De gebruikersnaam en het wachtwoord vul je in. Dat zijn de gebruikersnaam en wachtwoord die je in de Homey MQTT Broker app hebt aangemaakt. In mijn geval is dat Homey en het wachtwoord was 1, 2, 3, 4. Als je dat gedaan hebt, dan klik je op opslaan. En nu heeft die MQTT toegevoegd. Klik ik op voltooien. En nu zie ik hier dat MQTT is toegevoegd. Je ziet alleen nog niet dat hij apparaten heeft of entiteiten. Daarvoor moet je even in de Homey app, de Homey Hub app, eventjes gaan broadcasten, zoals ik hierboven heb uitgelegd. En zoals je nu ziet is hij alle apparaten aan het toevoegen. En kan je die straks gaan gebruiken op jouw Home Assistant dashboard.